Roel, jij hebt iets nieuws verzonnen. En je gaat het maar even uitleggen. Wat is precies een perenboom hero? Ja, een perenboom hero, dat kan je worden. Maar eigenlijk ben je het misschien al wel een klein beetje. Je, als perenboom hero fiets je veel. Dat kan zijn recreatief, dat kan zijn sportief, lange fietstochten zijn. En als perenboom hero ben je ook al iemand die daar graag over vertelt, die er misschien al een blog van bijhoudt of Instagram accounts met veel foto's en dat soort zaken. En wanneer je dan dat al doet, dan is het misschien interessant om eens met ons te komen praten of we dat kunnen transformeren naar het worden van een perenboom hero. Dus daar hangen wat voordelen aan. Maar goed, ja. Of je het dan echt bent en of je het echt wil, dat weet ik nog niet. Dus denk eens na. En als je denkt dat je in het profiel past, kom eens praten. Ja, we hebben er ook wel een voorbeeld van. Want we hebben al een perenboom hero, toch? Ja, we hebben er een paar. En die kan je, dat kan je zien bij ons op de website, op de homepage. Daar hebben we fietsverhalen. En daar zitten ook een aantal mensen bij die perenboom hero al zijn. Dus... Ja, daar kan je een beetje een indruk krijgen hoe dat eruit ziet. Maar achter de schermen gebeurt er met Perenboom Heroes wel meer dan wat je bij ons op de website ziet. Voor mijn gevoel moet hier eigenlijk gewoon zo'n dramatisch Hollywood film muziekje onder. Want dit is wel heel mooi, Roel. Ja, ik kwam dit tegen. Of eigenlijk, dat is niet waar. Ik kwam het niet tegen. Een klant van ons, die kwam het tegen. Mm-hmm. En die vroeg vervolgens, Roel, heb jij wel eens die houten handvatten gezien? Ik zeg, nee, die heb ik niet gezien, maar ik ga er eens naar op zoek. Dus hij gaf me een linkje. En toen kwam ik het ook tegen. Een houten handvat, gemaakt van notenhout. Het zag er op het plaatje al uit alsof het een hele goede pasvorm had, maar nu ze binnen zijn... Ja, kan ik alleen maar beamen dat ze echt perfect in de handen vallen. Waarom hout? Er zijn veel mensen die hebben bij rubberen handvatten of bij leren handvatten toch last van dat een beetje plakkerig wordt of dat het vies wordt. Of in ieder geval dat een handvat zeg maar niet meer prettig aanvoelt. En daar heb je met dat hout helemaal geen last van. Wat deze dan nog als unieke eigenschap hebben, misschien kan je dat even inzoomen. Kijk. Deze handvatten die kunnen veren, dus op die manier geven ze nog een stuk extra comfort, want het ontlast zeg maar alle trillingen op de pols. Hè? Het is eigenlijk zo dat het netjes met je handen meebeweegt. Denk je van, maar blijft dat dan wel heel en hout en regen en de zon er weer op en noem maar op. Dat is eerlijk gezegd ook een vraag die ik mezelf stelde. Maar toen ben ik eens even op zoek gegaan. Er zit 5 jaar garantie op. Dus ik denk dat het heel blijft.